laten jullie donderdag van die gare shit doen. Maar... als je zo doorgaat, kan je een carnavalswinkel beginnen. Die gekke killer helmen die je daar hebt. Bro, ziek bro. Bro, scheer alsjeblieft weer een keer die baard weg. Maar moet je kijken hoe jij er dan uitziet, bro. Dan lijk je gewoon op een nageboorte, bro. Bro, jouw hoofd gewoon... ziet eruit als iemand die van bro, die geestkracht... zonder baard ben jij gewoon... Bro, zonder baard ben jij gewoon Voldemort, bro. Dat ben jij, bro. Die guys die zo die G-krachten wegpuffen in die test. Maar dat ben jij gewoon standaard met die bovenlip. Die puffings. Bro, als jij hebt gewoon echt geluk met je baard, bro. Als je dat niet had, bro, dan lijk je gewoon op een miskraam die is blijven leven, bro. Dat ben ik ook. Dus ik heb zin in milkshake, man. Wie wilt? Ik heb zin in kapsalon, bro. Shit. Ik heb zin in jou, man. Oké, ik laat graag. Wow, what the fuck hoor het ik, bro. Het is omdat hij het zo kut vindt. Wow, hoezo, ik het daarom doe. Het is omdat hij het kut vindt. Daarom doe ik het. Omdat hij vindt het fucked up. What the fuck? Je hangt daar in de lucht? Ja. Let op, hè? Zo. Zag het gebeuren, hè? Er nog een op die shop ergens. Eén of het ander, maar als ik mijn sponsor kwijt ben, heb ik echt een probleem, chat. No lie. Eerlijk. You see one enemy and you don't even shoot, bro. Tering, hij heeft alweer aan, mijn maat. The both of you have zero fucking damage, bro. You're terrible players. Tering. Nou, de toon is gezet, jongens, voor vanavond. Fucking cut noobs. Tering, je bent kwaad, man. Kijk nou. Hallo, met twee jaar. Een klein trio gamepje met twee gasten die alle twee nul damage en shit hadden. Moeten we maar even gaan rachen, dan? Ja, deze kunnen finishen. Maar dat is niet de richtige, wat machst du? Hoes! Hoe dan, bro? Ik sla hem als eerst! Kijk dit! Ik map als eerst en hij twee hit mij. Hij heeft grotere spierballen blijkbaar al. Als je maar liter loopt, dan outlive jij je ouder. Tering. Ah, ik schrik me echt de tyfus. Oh ja, wat? Kijk dat nou! Dat zie ik. Wist ik helemaal niet. Bro, jij zegt wat ziek en mijn alert zegt dat ook. Zo goed. Yo, Jeffrey, tekst voor die 9 maanden, bro. En bot worden. Ja, ja, gast, voor ons. Kom mijn kant op, kom mijn kant op. Ja, ik zie hem. Down. Lekker. Lekker, bro. Motherfucker, ik denk we gaan even in positie, bro. Bro, positie, bro. Die man komt in mijn aim sprinten, bro. Moet ik ja, doen, niet lekker. Klikken. Ik wist niet dat je er al was. Daarom schoot ik hem eigenlijk nog niet. Maar ik kijk. Kan iemand dit even clippen? Want dit was een heel naar schot. Het loopt helemaal uit de hand. Komt het dagelijkse verhaaltje. De buste van Johan Maurits is een borstbeeld van Johan Maurits van Nassau-Siegen uit 1664. Gemaakt door de Nederlandse beeldhouwer Bartolomeu Zeggers. Het marmeren beeld is gemaakt voor de toenmalige overtuin van het Mauritshuis in Den Haag en bevond zich aan het einde van de zichtas van de tuin. Egers had gedurende zijn tijd in Den Haag een atelier aan het Mauritshuis waar hij ook het pralograf van Jacob van Wassenaar naar Rotterdam voor de grote kerk maakte. Kijk nou! Dat zie ik. Baasje. Luister dan. Stel je krijgt deze op je neus, bro. Stel. Stel je krijgt die op je neus, bro. Dan lig je er gewoon af, hoor. Oh, jullie kunnen allemaal tof doen, bro. Maar dat, bro. Alleen. Waarom lachen jullie? Ik zie hem niet, bro. Waar zit hij? Hij zit achter die auto, man. Achter die auto? Die ja, die voor je. Ja, ik heb hem al. Achter die auto. Dit is toch een autokill? Hoe is dit een auto, Stern? Is ik het... zit aan de truck, jongen. Ja, te laat! Ik had die gewoon dood kunnen zijn door je kutkal. Auto, bro! Dit is een whole ass fucking Hoovercraft granaatvervoerding. Kutkind. Chill. Auto, zeg maar, maat. Wat hoor ik, bro? Shout-out naar maat stermen. Dit was echt een kutcall. Nou, goed, ik heb... Ligt ook mij op de eerste, man. Nee, dit is toch. Duart Manet. Dit is toch wel heel naar. 20 januari 1832. Max, tekst voor die 7 maanden. Lars, tekst voor die 2 maanden. Keihard. Generatie jongen in tekst van Lars. Schilders. Kut Black Spirit. Donka goed. Voor die 500 bits. Tiefjoch. Nalik, gast. Dan breek jij niks. Ha ha.
Ik ben met mijn dik in Stern's gezicht geland, zojuist. Gewoon met mijn balls op zijn fucking voorhoofd, gast. Dit was geweldig. Ik kan me niks verbazen als hier wel weer eentje binnen zitten. Welkom daar, bro. Weet je hoe het trouwens klinkt als Mokka de trap afloopt morgen? Oh shit, ik moet juist sleutels mee. Ja. En als iemand voor de deur staat en heeft haast op de trap, dan is het... Iemand doneert, Zwoeleman Jos doneert. Sorry, ik noem me. Koop maar een bammetje van mijn geld uit loondienst. Shout out, Heim.